Waar ben je nou heen? Oh, hier is ze. Yes. Oh. What is this? Wat is het? Oh. Hey, leuk dat je kijkt en welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van The Lord of the Rings Mod Seizoen 9 hier op VolksNL. Jongens, ik heb zin in deze episode vandaag, want we gaan natuurlijk iets heel tofs doen zoals ik al in de vorige episode gezegd heb. Want we gaan namelijk naar Rohan. En achter mij zie jij dat ik eindelijk een muurtje om mijn fortje heen heb gebouwd. Fortje, het is meer een huis natuurlijk. Dat ga ik jullie straks laten zien. Eerst een hele kleine aankondiging. Ik heb namelijk eindelijk weer eens mijn eigen website, dus phonox.nl, heb ik weer een keertje geüpdate. Want er stond heel lang, of die werd doorverwezen naar mijn merchandise. Maar nu heb ik eigenlijk eindelijk weer een keer een updateje ervan gedaan. En dat is nu dit, phonox.nl. Heel mooi. Dit is het. Het is gewoon eigenlijk heel simpel. Allemaal linkjes naar mijn social media. Naar mijn Discord server. Mijn Spreadshirt. Dus mijn merchandise is ook nog steeds. Maar ik heb dus ook mijn Steam, mijn Spotify, mijn Battle.net. Alles staat erop. Dus als je iets afvraagt van, hey, wat zou Damien daarop zijn? Nou, dan ga je naar phonox.nl en dan kun je het daar vast wel vinden. Daar staat het meeste wel gewoon op. Dus, jongens, vandaag. We gaan naar Rohan. En ik zal jullie eerst eventjes de muur laten zien. Het is een beetje voortgekomen uit een tip uit de reacties. Want die zeiden dat ik wooden logs moest gebruiken. Dus ik heb gewoon ook wood gebruikt. En ik had er dan ik heb er fences op gezet. Zodat het een beetje lijkt alsof het van die puntige pilaren zijn. Whatever. Ik vind het er wel cool uitzien. Zoals je ziet, het staat mooi op het weggetje. Je moet er wel doorheen. En ik heb er ook een... nou ja, er staat nog helemaal niks op. Oh, dit is al een beetje lekker aan het groeien. Ik heb er een farmpje naast gemaakt. Helemaal netjes met een fence eromheen. Farmland staat al klaar. Hier kun je er ook weer uit. Look at that, jongens. Look at that. En, zoals je ziet, het cobblestone dak is er nog. Want ik had aan jullie gevraagd, moet ik alle cobblestone vervangen door runic steen. Dus dit, runic bricks. Ik had alleen bricks, ik had geen runic steen. Dus ik kon ook geen, hoe heet dat? Geen, jezus, stairs. Ik kon geen stairs maken, want dat kan niet met bricks. Daar heb je gewoon normale steen of zo voor nodig. Maar ik heb wel dit vervangen. Dus dit is nu allemaal gewoon normale steen. Ook aan de zijkant hier is ook gewoon steen geworden. Of runic bricks bedoel ik. Maar de bovenkant is dus nog cobblestone. Het is nu een beetje een rare combinatie van alles en nog wat. Maar ik heb er vrede mee. Ik vind het cool. Ik vind het leuk. Er zit een muurtje omheen. We hebben een farm die ik straks nog helemaal ga vol pompen. En dan is het niet echt een fort. Maar meer gewoon een klein huisje eigenlijk geworden. En ik wil hier tussen nog een gate maken. Maar om een gate te maken heb je iron nodig. En ik heb 3 iron. Dat is niet genoeg voor hoeveel gate-stukjes ik wil maken. Maar, oeh. Volgens mij zit er een cave onder mijn huis. Ik hoorde dat geluid ineens. Maar goed, ik heb ook nog in de reacties gelezen een tip van, even zijn naam erbij halen. Hij heet Mazondier. Die ken ik. Dankjewel voor de reactie, bro. Hij zegt suggesties voor de volgende episode. En dan had hij dus over dat de muur, had hij iets gezegd dat ik dat moest gebruiken. Over dat ik de bricks moest vervangen. Dus ik heb allebei je tips gebruikt, bro. En hij zei, moet ik de... hij zei, wat kan ik doen in Rohan? En zegt hij, val een village of één van die barakken binnen in Rohan. Kill iedereen en zet jouw banner erin. Nou, dat lijkt mij eventjes een heel goed plan. Ik heb een banner van Rudel. Ik zal hem eventjes laten zien. Kijk, super awesome. Super cool. There we go. Dus we moeten naar Rohan gaan, want ik heb ook een quest. Ik zal ook even mijn boekje erbij halen. Weer eventjes jullie herinnering, jullie memories verversen. Dat ik 18 warriors van de Rohirrim moet verslaan. Dus dan gaan we nu zo naar de Rohirrim, of naar Rohan, afreizen. Even kijken of ik nu niks meer hier nodig heb, hieruit nodig heb. Ik denk het niet. Mijn, hoe heet het, mijn leren hoedje heb ik natuurlijk niet nodig. Want ik heb natuurlijk al een stukje golden armor. En ik heb ook in de reacties gelezen dat ik een stuk armor gemist heb, waar ik boos om ben. Maar dat komt nog wel. Ik zie er in ieder geval al een beetje cool uit. Oh, ik ben helemaal vergeten deze cobblestone te vervangen. Uh-oh, laten we dat meteen even doen. Jongens, momentje. Even wat style points. Oh. Hé. Hey. Oh, dat is... Wat is dat? Dat moet wel dak zijn, toch? Ja, dat is dak. Dat is een ster, oké. Dan zetten we hier nog eventjes runic bricks neer. Of in het rood. Oh, in het rood. Ik denk in het rood, dat is wel cool. Oh, ik heb er nog maar 4. Oké, dan doe ik 2 aan elke kant. Improvisatie. Ik doe ze hier en dan hierboven weer gewoon runic bricks. Hoppakeetje. Die kunnen daar ook. Wacht. Hé. Hey. Hoezo heb ik ook Dalish brick in mijn huis? Ik kom dit ook ineens tegen. Huh, hoe heb ik dat net niet gezien?
Oké, sorry, my bad. Ik heb niet goed aan de binnenkant gekeken van mijn huisje. Want hier zitten nog Danish bricks. Dat kan natuurlijk niet. Oh, jezus, wat een luidruchtige vogel. Maar dit moet ik even fixen, jongens. Want nu heb ik echt een mengelmoesje van alles en nog wat. Haal ook nog even dit weg. En dan zijn we klaar om te gaan. Even nog wat laatste styling aan mijn huisje. En dan zijn we klaar. Ik heb genoeg wapens, ik heb genoeg eten. Dus wat staat ons nog te wachten? Helemaal niks. Oké, let's go. Oh, even kijken. Wat is een mooi plekje om heen te gaan in Rohan? Want ik ga natuurlijk gewoon teleporten met M, niet met Foster, want dat kan natuurlijk nog niet. We hebben natuurlijk Helm's Deep. Hier de Deep in Coomb, de Veil at the Foot of Helm's Deep. En we hebben, even kijken, waar is Edoras? Edoras, hier, Edoras. The Chief City of the Riddermark, built upon a hill crowned with the Golden Hall of Meduselt. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar I don't care. Oké. Ik ga zo recht mogelijk op Edoras proberen te spawnen. Te teleporten. Zo. Oké. Dit is altijd een spannend momentje. Want je weet nooit waar je spant. Maar ik denk dat we wel met aardige zekerheid kunnen zeggen dat ik niet midden in een zee spawn. Home of the Horse Lords. Achievement heb ik gekregen. Oké. We kunnen meteen aangevallen worden. Dat weet ik niet. Heb ik arrows? Ik heb 2 arrows. Oké. En ik heb natuurlijk deze halberdier, of hoe je dat ook noemt. Want dat hebben we wel nodig voor de mensen die... of voor de paarden. Die komen natuurlijk straks allemaal afsprinten. En ik heb lag. Maar het ziet er nog veilig uit tot nu toe. Maar ik heb wel lag. Oké, daar zijn we. En ik zie al iets heel tofs deze kant op. Oh. Oh, hij is al aan het renderen. Volgens mij is het een hogere heuvel. Maar nog heel eventjes voordat we echt in Rohan gaan beginnen. Ik heb namelijk ook reacties van mensen gelezen. Die zeggen dat ze het niet zo leuk vinden als ik zomaar een beetje ga rondrennen en mensen ga killen voor een quest. Omdat ik niet echt iets aan het settelen ben. En dat ze eigenlijk ook wel willen dat ik weer op een server ga en zo. Weet je, de serie is pas net begonnen. Ik ben eventjes een beetje aan het opstarten. Kijken wat ik allemaal kan doen. Natuurlijk wil ik zelf heel graag ook echt ergens een groot stadje maken voor mezelf. Met allemaal verschillende gebouwtjes. Ik kan ook nog altijd online gaan. Ik kan hier een server van maken, mensen uitnodigen. De serie is pas net begonnen. Ik heb seizoenen gehad met meer dan 60 afleveringen. Dus jongens, don't worry. Dit is echt niet wat de hele app of deze hele serie gaat zijn. Ik moet gewoon eventjes een beetje kijken, een beetje oriënteren wat ik kan doen. Wat ik ga doen. En er komt echt nog heel veel vets aan. Dus don't worry jongens, trust me. Het wordt nog tof. Misschien kan jij wel deze server, als het een server wordt, een keer joinen. We gaan het allemaal zien. Jongens, hou je hoop hoog. Waarom word ik niet aangevallen door deze guys? Welcome to Rohan. From which land do you hail? Oh, dit is awkward. Waarom vallen jullie me niet aan? Heb ik niks met Rohan of zo? 0. Uh-oh. Oké, even kijken hoeveel mensen staan hier voordat ik hem aanval. Dit is geen goed plekje om mensen aan te vallen nu. Weet je wat? We gaan eerst deze heuvel oplopen. Want dit is volgens mij alleen hier op deze plek. Dus waar Edoras echt moet staan. Want het is logisch, want Edoras... Die ligt natuurlijk ook op een heuvel. Super veel paarden overal. Maar wat een verrassing, want we zijn natuurlijk in Rohan. Maar, oké. Ik weet niet of er iets is bovenaan deze heuvel. Maar als je rechts onderin op mijn minimap kijkt. Ziet het er wel awesome uit. Best wel heel erg cool. Dude, ik zou hier iets moeten maken. Oh my god. Jongens, ideeën. Oh my god. Dat gaat zoveel werk zijn. Maar dude. Als ik hier mijn fortje neerzet. Mijn volgende fortje. Dat is de beste plek ever. I mean, dan heb ik serieus gewoon op de plek van de hoofdstad. En ik heb immens uitzicht over alles. Oh, dit gaat zoveel werk worden. Oeh, wat is dat? Oké, daar gaan we zo heen. Oh my god. Wat voor fortje zou ik hier maken? Dude. Oh jongens, laat in de reacties weten wat voor fortje moet ik hier maken. Want ik zie al helemaal iets in mijn hoofd. In zo'n vormpie zoals het hier eigenlijk ligt. Oh my god, als je tips hebt, jongens, laat het achter. Hier gaat mijn volgende fortje komen. En die moet er natuurlijk wat vetter uitzien. Dan mijn fortje bij Bart Haven in Dale. Dude, ik wil Rohan overnemen, man. Dit is awesome. Oké, deze man is alleen. Laten we deze man proberen. Even je naam weten. Tyrrod. Tyrrod, het spijt me, man. Let's go. Bring it on, boys. Hop. Hop. Dit ding is awesome. Dude. Dit ding is sterk. Hoeveel attack damage? 6,5? Damn, dan zijn die Rohirrim guys best wel slecht. Huh? Waarom zit hier een paard in? Hello. Oh, oké. Oh. Oh-oh. Ja, nu gaan ze me wel allemaal aanvallen natuurlijk. Oké, even rustig. Eentje tegelijk, please.
Oké, dat is een archer op een paard. Dat is echt super vervelend. Ik heb hem 2 keer gehit. Oh, het zijn allemaal archers, of niet? Oh, niet te snel, joh. Oh, jongens, niks aan de hand. I got this. Shh. Oh my god, blijf niet wegrennen op je... Gast, ik wou net zeggen, gek. Ah, jammer, ik mag natuurlijk het paard niet berijden, want hij is niet van mij. Maakt niet uit. Natuurlijk ziet hij ook weer archers. Overal archers. Ik haat jullie zo erg. Als jullie nou eventjes pijlen voor mij droppen... Oh my god, ik ga neer. Ik ga een beetje neer. Nog een archer! Jongens, jullie moeten op paarden zitten. Niet archer zijn. Het klopt niet. Oh my god. Ik val ook nog steeds neer. Zonder dat ik dan een rabbit eet. Want ik had maar echt een half vleesje. Of een half dingetje honger. Beetje zonde, maar maakt niet uit. Oké, geen archers please. Deze guys kan ik hebben. Easy. Hop. Hop. Oh, dit ding is wel traag. Even kijken. Hop. Het duurt heel lang voordat hij terug is. Maar ze komen nooit bij me. Ze hebben me nog nooit gehit, die guys. Behalve de archers dan natuurlijk. Oh, ik zit weer helemaal onder. Ik hoef geen wooden axe van je. What the fuck? Je mag... Oh, ik heb pijlen. Aha. Hop. En hop. Dat je niet aan ziet komen, hè. En dan in zijn rug. Let op. Oh. You didn't see it coming. Oh, shit. Ik wil hem nog even killen, jongens. Kom op. There we go. Even zijn shit pakken. En ik ben weg. 6 van de 18 hebben we er nu gekild. Ik ga omdraaien. Hop. Hop. Oh, daar was het weer. Ik had ze eigenlijk voor die archer moeten gebruiken, maar dat maakt niet uit. Ik ben benieuwd, want het wordt nu donker, hè. Oh, dit is best wel gunstig. Want nu spannen er denk ik ook hier, als het goed is, orks. En die zijn dus friendly. Oh, jezus jongens. Te veel. Ik ga wel met deze guys vechten. Hop. Ze hebben wel allemaal bijlen en zo, maar... Ik weet niet of ze nou ook echt... Oh, ik wou net zeggen, ik weet niet of ze loot droppen. Dus echte gear bedoel ik. Maar net toen ik dat wilde zeggen, heeft hij zijn chestplate gedropt. Common protection plus 5. Plus 5. Oké, dus het is in principe hetzelfde. Oh, wat geinig. Want er is ook nog andere Rohirrim armor. Want ik wou net zeggen, want... Ja. Ik dacht even dat Rohirrim dan vet slecht was. Aangezien ik ook nog golden armor heb. Die is natuurlijk sterker. Maar Rohirrim heeft ook nog volgens mij iets met... Wat is het nou? Ja, je hebt met zo'n veer. Hoe heet dat nou? Commander? Hoe heet het nou? Iets met een H. Hertog? Nee, dat is niet in het Engels. Ik weet het niet. Maar je hebt nog een ander. Met zo'n grote... Ja, hoe noem je dat, jongens? Als je zo'n groot ding op je helm hebt. Een veer. Nee, ook weer niet. Ja, het is een soort hele grote veer. Jullie snappen zeker wel wat ik bedoel. Ik ben gewoon slecht een ding uitleggen. En ik moet niezen. Op het slechte timing ooit. Oh, nee. Zo. Sorry jongens, ik zie op mijn audio dat hij knetterhard ging. Sorry, excuses. Ik wil ook liever niet niezen tijdens mijn... Tijdens mijn opnames. There we go. De orks komen me helpen. Dit is nice. This is really good. Kom op jongens. Oh, hij heeft ook zo'n ziek zwaard. Ik moet oppassen dat ik hem niet hit. Dan wordt hij ook boos op mij. Oh. Oké, die hoeven ze niet per se te killen. Ik wil wel de last hits hebben gedaan. Jongens, geef mij die last hits. Kom op. Oh, ik dacht dat ik een ork raakte. Oh. Jongens, ik wil ook. Jongens. Oh, thank you. Thank you. Ik moet er nog 4. Yo, dit is nice. Dit is zo handig. Ik bedoel, elke keer als het donker wordt, in welk gebied dan ook, waar ik ben. Want in het donker spannen er geen Gondorians in Mordor bijvoorbeeld, toch? Volgens mij niet. Ze hebben natuurlijk altijd invasions dat ze kut kunnen gaan doen. Maar dit is zo handig, dat ik gewoon in het donker ben ik gewoon safe. En overdag, dan red ik mezelf ook wel. Oh, daar is een archer. Ik moet er nog 4. Dan gaan we deze even snel pakken. Hij miste. Dat is een beginnersfoutje, dat is een amateurfoutje. Nog eentje, kom op. Oh, there we go. Nice. Oké, nog 3. Nog 3, maar ik heb een beetje een vermoeden dat ze nu niet zo hard spawnen, aangezien het nu donker is. Even wat eten. En wat staan daar? Oh, warks ook. Dude. This is amazing. Jullie zijn met mij, toch? Ja. Hij doet niks. Ze zijn gewoon huisdiertjes nu. Dat is zo handig. Een cave. Wauw. Ik heb lang geen cave gezien, jongens. Dat is best raar. Maar dat is natuurlijk dat... Ik weet niet. Dat triggert echt iets bij mij dat het echt... Micro survival is.
old school, weet je wel. Oké, okay, pardon. Sorry hoor. Jesus. Ze willen toch wel even laten blijken dat ze... Dat ik blij mag zijn dat ze friendly tegen mij zijn. Maar dat ben ik ook, dus thank you. Maar ik ben bang, jongens, zoals ik al zei, dat er nu niet meer zoveel Rohirrim rondlopen. Dus wat ik kan doen... Is gewoon even wachten. Tada, en het is een nieuwe morgen. Hoe kan dat nou? What happened? Ineens. En er zijn nog steeds orks die aan het rondlopen zijn. Maar ik zoek er nog drie. Ik zoek er nog drie. En dan gaan we terug naar die ene chick. Want hoe heet ze ook alweer? Ik heb daar een waypoint van gemaakt. Eagle. We moeten naar Eagle gaan. Oh, damn. Dude. Als dit Minecraft Survival was geweest. Of als ik gewoon in mijn eentje aan het spelen was. Toen ik 15 was of zo. Dan was ik daar zo graag in gegaan. Oh, man. Die avontuurtjes dat je gewoon een cave inging. En gewoon ging explore. Toen het nog allemaal nieuw was. Oh, een quest. Jongens. Een quest. Hello. Speak to me. Oh. Oeh. The Uruk-hai are readying for war. Those filthy men shall not stand long against the might of Isengard. Go and slay 22 Gondor soldiers. Show them our fury, maggot. 22 Gondor soldiers, jongens. Oké. Ik bedoel, dan gaan we sowieso wel een keer naar Gondor in deze serie. Dat gaat sowieso wel een keer gebeuren. Dus waarom zou ik die quest dan niet alvast accepten, right? Alright, thank you. Het voelt goed om de Uruk-hai aan mijn kant te hebben een keertje. Ook in PME, in Project of the Earth, was ik het zo gewend dat het enemy was en zo, maar dat is nu allemaal niet meer zo. Oké, even rustig trouwens. Jongens, kalm aan. Oh, heb ik hem gehaald of niet? Nee, volgens mij nog niet. Want mijn quest is nu, er staat nu wat anders, want die is nu niet meer mijn main active quest. Even kijken, moet die even, deze wil ik active maken. Deze wil ik active maken. Ja, deze tracking. Ja, nog eentje. Ik moet nog eentje. Jullie kunnen het allemaal niet zien. Staat achter mijn cam. I know. Slechte positie. Maar eventjes aan gewend raken, oké? Okay? Nee, dit is geen slim. Dit is niet slim. Ik moet ergens anders heen. Rustig. Shh. Dude, is dat nieuw? Brede boogschutters? Are you kidding me? Dat is zo sterk. Dat is zo irritant. Dat doet me serieus denken aan... Ik weet niet of jullie het spelen. Maar Age of Empires 2 HD op Steam... Brede boogschutters in die game. Zo irritant. Hier ook. Ik weet dat het totaal anders is dan Minecraft, maar... I don't care. Ik neem graag de vergelijking. Oh, ja. Perfect. Oh, hij heeft een baard ook. Look at this guy. Het is een dwerg vermomd als een Rohirrim warrior. Daar leek het serieus op. Oké, jongens. Eén momentje. Ik ga eventjes nog naar boven lopen. We hebben er 18 van de 18 gekild. Aangezien het er zoveel zijn, denk ik dat ik ook best wel een goede beloning van deze chick ga fixen. Who knows, we gaan het zien. Ik ga even hier bovenop staan en dan een waypoint zetten. Dat ik hier natuurlijk mijn volgende fortje ga maken. Even kijken, nieuw waypoint. Edoras. En dat doen we in de kleur groen. Want dat doet me denken aan Rohan op de een of andere manier. Oké, even wat eten. Even er goed uitzien voor Eagle, jongens. Klovers kunnen weg. Even al onze overbodige shit weg. Seeds. Nou, boeien. Ik ga dat wel... Ik heb een farm, I know. Maar dat haal ik wel zelf gewoon. Oké. Hey, ghoul. Hopelijk is ze er nog. Hopelijk leeft ze nog. Als het goed is, leeft ze nog. Want anders dan gaat je quest volgens mij weg. Als ze niet meer zou leven. Maar. Hey, ghoul. Where you at? Even kijken. Even op de map kijken. Oh, ze is er nog. Ze is heel dichtbij. Ik moet deze kant op. We zouden zo haar boekje moeten zien. Wacht even. Ik wilde niet eten, sorry. 5 cooked fish? Nee, ga zelf je cooked fish halen. What the fuck? Hoe zie ik eruit? Daar is ze, jongens. Ik zie haar. Ze is er. Ik wil echt een goede beloning. Ik wil even kijken wat ik krijg. Ik heb hier mijn coins. De andere coins zitten in mijn geldzakkie. Oké. Even, wacht even. Ik moet eventjes kijken wat erin zit. Want dan kan ik het bijhouden. 64, 5, 15. Oké. 64, 5, 15 en 3. 64, 5, 15 en 3. Oké. Onthouden. Snel, kom op. Ik ga het vergeten. Waar is ze nou? Waar ben je nou heen? Oh, hier is ze. Yes. Oh. What is this? Wat is het? Oh. Ik heb nog nooit zo'n zakje gezien. Small pouch.
Wat zit erin? Oh. Oké, okay, geld. Oké, okay, nee, prima. Ik weet niet, ik had iets heel spectaculairs verwacht. Zo, nu zit het in mijn zak. Ik doe deze ook even in mijn zak trouwens. In mijn, zo. Doe ik eigenlijk vet onhandig. Wat de hel? Het zag eruit als een gouden zakje, maar het is gewoon een small pouch. Dit zijn medium pouches. Oké, okay. Maar, jongens, we hebben al 90 plus 64 plus 19. Best wel veel coins al. Dat is best wel nice. Hey, thanks, Eagle. Heb je nog een, Can you stop poking me? Oké, we zijn afgewezen ook. Holy shit. Helaas. Nope, die heeft ook geen quest. Oké, jongens. Oh, wacht even. Quest? Quest? 25 daily soldiers. Yo, any day. Any day of the week. That's easy. Oké, dames en heren. Ik wil dus heel graag dat jullie in de reacties achterlaten. Wat zal ik hier op de plek van Edoras bouwen? Ik ga niet Edoras nabouwen. Ten eerste is het onmogelijk voor mij. Ten tweede is het veel te groot. En ten derde, waarom zou ik? Want ik ben uit Rudel. Ik ben een Easterling. Wat moet ik hier neerzetten? I mean, ik heb genoeg ruimte. Maar hou het een beetje bescheiden, jongens. Een beetje bescheiden. Oh, ik heb een troon. Hé, de troon is er al. Jongens, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken van deze episode. Vond je hem leuk? Druk dan op dat blauwe duimpje omhoog. En dan zie ik jou heel graag donderdag. Ja, donderdag weer bij een nieuwe episode van The Lord of the Rings seizoen 9. Jongens, nogmaals bedankt voor het kijken. En oké, is goed. Doei. God damn it, fuck you. What the hell? God damn it, what the hell? God damn it, freaking elephant. God damn it, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. God damn it. God damn it. What the hell? Fuck it. Oh damn, shit. What the hell? Finish, faggot. Jesus. Fucking Christ, what the hell? Holy shit. Kut. Zo'n faggot, is echt.